Ja, nou, het is alweer inmiddels iets over 3:30. Ik ben druk bezig met vlog-editen. Met een mooie thumbnail aan het maken. Ik heb nou net Dee gezien. Dat ze dus lekker aan het verhuizen is geweest. En nou ga ik weer Jan Willem zien. En met Dennis zijn laatste dienst in Utrecht volgens mij. Want hij ging naar een andere politiekorps. Dus ja, lekker bezig. En ik ga zo Roderick bellen. Misschien dat hij bijna klaar is. Dus dan zie ik hem ook nog even. Yep. Ja, nou het is inmiddels dus alweer 4 uur. Kijk, wat je kan wel kan zien op de klok. Ja, ik ga even gezellig met mijn mannetje. Ja, Roderick heb ik dus nu aan de telefoon. In plaats van mijn moeder. Ja, is een keer wat anders. Ik ga gewoon even gezellig aan jullie laten zien hoe ik mijn bed aan het opmaken ga doen. Weet ik het hoe ik het moet gaan zeggen. Niet iedereen is zo goed in Nederlands te praten. Nee. Nou, ik dus ook niet. Dus ik ga het gewoon lekker op mijn eigen manier doen. En ik ga jullie zo meteen even lekker neerzetten. Ik ga eerst even de gordijntjes even open doen. Die even lekker open doen. Zo licht. In de duisternis. Ja. En dan knal ik even naar buiten toe. Lekker. Joepie. Dat ligt allemaal lekker beneden. Hartstikke leuk. Ja, nou dat dus. En ik ga lekker nu met jullie bed verschonen. Daar ligt Draki en Draki komt al zo weinig in de vlog, hè, meisje? Ja, wat ben jij mooi? Ja, er komt nou iemand aangelopen die denkt: hé, ik moet ook maar in de vlog. Dat is Lovely, hè? Dan hebben we hier de heren. Die gaan allebei lekker te slapen. Moet jij weer
Nou, daar hebben we Speedy gelijk. Ja. Hebben we daar Beauty. En hier op de troon hebben we Lady. Is dat je troon, meis? Huh? Is dit je troon? Ook hoe je erbij ligt ook, hè? Moet jouw nageltje weer knippen, deze. Kijk, nageltje knippen. Nagel knippen! Ja, je nageltje moet knippen. Oh, wat denk je? Kom dan maar weer... weer even bij. Hé, hey, vriend, wat denk je? Ik weet niet of je het nou mooi in beeld bent. Ja, nou wel. Hé. Hey. Moet dit? Doei! Ligt er ook zo lief bij, Joka. Nee, je gaat haar niet pesten, want dan pest ik jou. Ik meen het. Ja, ik meen het. En je ziet ook dat ze aan het verharen is. Dus dat ik ook binnenkort... Dat is raar als je zo gaat doen. Dan lijkt het net of ik bij haar poot wijs. Maar voor jullie wijs ik dus daar. Is handig dit. Zo raar? Bah. Nee, maar je ziet en dat haar hier, de haar, aan het verharen is. Kijk maar. Echt lekker aan het verharen. Dus dat moet ik echt binnenkort eens even gaan borstelen. Oké, dus ja, dus dat. Ja, kijk. Hier ligt Lovely. Lovely. Kijk, wat zeg ik? Dat zeg ik. Dat is leuk. En wie ligt daar op het stoeltje? Lady. En wie ligt er achter mij? Niemand. Niemand. Ook helemaal niemand achter. Nee. Daar zijn mijn schoenen. En wie hebben we daar? Die heeft ook nog niemand. Ja, maar ik heb deze over jou. Ja, over mij. Over mij. Hoe gaat die? Ja, redelijk. Vertel. Vertel. Een moeilijke vraag. Vertel. Ja, wat valt het er? Ja, vertel. Wat heb je vandaag gedaan? Uitgemaakt. Ik heb een beetje aangeveegd. Ik heb het afgewassen voor je. Met jou zit ik. Ja, maar ik bedoel, wat heb je nu net gedaan? Waarom was je thuis? Ik heb even nog aan de arbeid geweest. Even een verslagstuk geschreven. Framework opgezet. Deel uitgewerkt. Het ziet er al aardig uit, vind ik. Maar het kost gewoon heel veel tijd. En je hebt ook wat vandaag gelezen, waarvoor het heel veel rust nu geeft. Maar wat heb je gelezen? Ja, over de pasjes, dat die qua geldigheidsduur verlengd gaan worden. Dus dat geeft een stukje rust. In plaats van 1 jaar, komt er nog 1 jaar bij, maximaal. Mooi! En hoe blij ben je ermee? Heel blij. Waarom alleen maar heel blij? Alleen, maar wat is nog meer dan heel blij? Super, 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 super blij! Super blij. Kijk, super, super erbij. Hè? Ja, super blij. Super blij? Ja? Ja, super blij? Hey! Hey. Geen idee wat betekent super blij? Zij wel. Nee, klaar! Blijeeieren.nl, hè, jullie? Superblij. Nee, ja. Klaar, 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 klaar. Plaats nu. 3, 2, 1. En dankjewel. Ik moet het hier liggen. Echt aan het hier komen liggen, in de weg. Kijk dan hoe dit lief is. Dit is zo lief. Gezellig bij de cavia's.
Als je nou niet, en niet iedere keer terugtrekt met je gezicht, dan kan ik nog eens een keertje een leuke foto maken. Lekkere kusjes, hè? Papa kusjes geven? Papa kusjes, niet lief. Dat is mijn mondspieren, zeg. Dames. Kom daar. Kom. Dus, dat was het telefoon, hé, Tut. Kom eens hier, kom. Kom. Kom even, kom. Lof. Ja. Kom eens hier. Jutti, kom eens hier. Lof, brullen. Lof, lief. Lof, kom. Hé, twee, kom. Ja. Ja, goed. Dat is klaar. Zo wel veilig, hè? Met je poot op de telefoon. Is dat handig? Ja. Met je poot op de telefoon. Je kan niet inzoomen, hè? Dat lukt jou niet. Oh ja. Kijk, okay, inbellen. Zo. En toen was ze er klaar mee. Ja. Zo. Ik ken niet veel meer van. Jullie zijn een stelletje vreedzakken. Want die bak heb ik gisteravond gevuld. Hij is nou al leeg. Ja, jij. Mijn thuisje schrikken. Ik heb wel een mooie foto van jou. Lekker puh. Ja, nou, wij gaan er van tussen. Ik wil dat hij een beetje naar beneden kijkt, want dan kan ik er een mooie foto van hem maken. Spiegel. Het is moeilijk, hè, foto maken, hè, voor jou. Nee, heeft geen zin in. Hij vindt die kooi leuker, hè. Zo. Jij eerst. Ben jij? En dan jij. Alsjeblieft, tot strakjes. Tot straks. Doei, doei. Ik weet niet eens of ik mijn sleutel bij heb. Het zal wel. Nee, wij gaan er even lekker van tussen. Ja, lekker er van tussen. Mooie wagen achter mij. Daar. Handig. En Rode zit al in de auto.nl. Is handig, toch? Ja, dat is heel handig. Kijk, en hij doet ook nog zelfs in de deurboom open. Beter kan niet. En even de stoel even naar achteren. Ja.
Dat ding maar even achter, schat. Onze boordcomputer. Onze boordcomputer. De nieuwe boordcomputer. Hier niet, zo kijken. Die moet dus daar. Onderin. Onderin, hier en hierachter. Daar moet hij dus vast te komen te zitten. Maar dat doen we eens een keertje. Van de week dan misschien even voor zo. Voordat we naar oom Koen en tante Gerrie gaan. Denk ik, of niet? Nee. Ja, dat dacht ik al. Proberen. Toch? En anders moet je even Ries vragen. Hey. Of hij jou van de week even wil helpen. Als je tijd heeft. Lijkt me handig. Toch?
geen slimme actie, hè? En door rood heen rijden. Is niet slim, hè? En door rood. Nee. Door rood rijden is niet slim. En door rood rijden is niet slim. Nee. Mogen nog. Nou, denk het niet. Is goed. Ja, maar je staat er mooi op. Mag wel door rood rijden. John, bedenk jezelf. Je bent geen hulpdienst. Oh, hilarisch is dit. Ik mag door rood heen rijden. Ja, en tussen de bedrijven door lekker eventjes naar de Jumbo. Ja, is ook leuk, toch? Ga naar de Jumbo toe gaan. Ja. Nee, ik maak nog geen reclame. Dat is wel leuk. Yep. Ah, en je melk is er weer, schat. Ik heb beter twee gaan nemen. Wil niet, wil niet. Of wat wil je doen dan? Huh? Oh, voor de jongens, ja, prima. Dan gaan we even kijken voor ze. En voor de heren. Ja, kan niet. Kijk, nou kan ik wel even gewoon zo filmen. Anders is het niet. Want ik mag geen klanten en personeel erop zetten. Dus dat is aan mij gevraagd. Ik mag vloggen in de winkel, maar ik mag geen... klanten of personeel er op dit moment op zetten, voorlopig nog niet. Noep. Dus dan gaan we zo toch filmen. Ja hoor. Het is helemaal erg. Hij is wel lekker bezig, kijk. Toch, schat? Schat? Ja. Ja, hè? Die heeft echt iets van waar heb je het over? Deze voor. Is dat wat? Die voorste? Oh nee, niks. Oké. Okay. Ja, nou, dat was dus weer even een klein kort bezoekje aan de Jumbo! Even kijken of mijn vent er al uitkomt, ik denk het niet. Geen idee, maar dat kan ik niet controleren. Jammer dan. Maar ik ga wel al lekker vast de auto in. Toet toet! Autoin.nl. Ja. Nog beter. Gewoon even de auto in. Dat is leuk. Duiken en wacht op rook. Ja, dat zal ik maar doen. Nee, en daar was Roderick weer. Ja, gezellig. Joepie. Ja, dat is en dan gewoon omdat ik dat joepie vind. Yes, het is koud. Zo, even een boterhammetje scoren. Een bolle. Mag dat wel van mij? Dat is. Nog een stukje? Nee. Zo. Schandig. Hi. Hi. Was jij druk weer? Mm-hmm. Waarom? Om de auto natuurlijk. Waarom om en om de auto? Ik vraag waarom nou? Om de auto.
Ja, maar waar... Ik zeg, hè, en je bent er weer. Ja. Waarom ben je er weer? Omdat ik om die auto gelopen ben en ingestapt ben natuurlijk. Ja, maar waarom ben je er weer? Waarom? Vertel. Waarom ben je er weer? Kijk, je er ook bent. Is dat zo? Denk het wel. Oh. Denk ik ook in beeld. Ja, we zijn nu allebei in de beeld, toch? Ja. Hoe ga jij nou rijden dan? Ja? Is het lekker? Alsjeblieft. Nou, we hebben hier een paprika stukje. En mevrouw Bolly zit hier weer. Heb een stukje paprika? Nee? Dat dacht ik al. Paprika. Nee? Oké. Hé, jongens, kijk eens hier. Paprika. Ga een hokje. Zo, paprika hè. Lekker eten. Het wordt al meteen meegenomen. Oh, wordt voor jezelf gereserveerd. Ja, ja. Ja, daar ben ik weer. Ja, een hele goede avond. Ja, het is alweer nacht eigenlijk. Ja, als ik het zo goed bekijk, is het gewoon nacht. Ja, het is nu al, is eigenlijk 26:05. Het is nou dinsdag, net 12 over 12. Ja, handig. 12 over 12. Ja, 00, dubbele punt, 1, 2. Ja, en nu 13. Ah, 13 over 12, scheelt weer. Ja. Nou ja, hey, lieve YouTube-familie, mocht je deze vlog dan leuk vinden? Hé, hey, wat let je dan? Hier zit een belletje. Als je nou eerst daarnaast, naast het, op het rode button klikt, abonneren, en dan daarna het belletje aandoet, blijf jij op de hoogte van alles wat wij, ik inplan op YouTube, en YouTube doet het wel weer online voor mij. Hé, hey, scheelt weer. Ja toch? En dan heb je nog een duimpje, doe die dan ook even aan. Of het nou omlaag is of omhoog, dat maakt niet uit. Dan heb je toch een duimpje blauw gemaakt. Hé, hey. Ja. En laat dan even een leuke reactie achter, hieronder. Ja, dan reageren we als wij daar tijd voor hebben. Kan even duren, maar we reageren wel. Ja. En elke huisje heeft zijn kruisje. Dus ook, ja, Russisch komen er ook wel eens in voor. Ja.
Hè? Ja, nou, dat moet kunnen. Ja, toch? Maar hey, ik zou zeggen, lieve familie Stam van der Werf, ik zou gewoon zeggen, abonneren, belletje aan, duimpje en reageren. En ben jij nog niet geabonneerd op mijn liefdollige moeder, Corina Luisterburg de Jong, dus Corina en de Beestenboel, als je het zo fijn wil zeggen. Doe dat dan ook eventjes. Ja, hey, dankjewel en tot morgen maar weer. Doei!